Goedemorgen, vandaag is de 5e aflevering van Boerin Verteld. Vandaag zijn we op de boerderij van Monique en Benny Weide in Beltrum. Dat ligt in de Achterhoek in Gelderland. Monique, stel je even voor. Nou, goedemorgen, ik ben Monique. Ik ben 53 jaar, getrouwd met Benny. En wij hebben een multifunctioneel agrarisch bedrijf. Wat bestaat uit educatie op de boerderij. Wij geven rondleidingen, kinderfeestjes. En ik ben zelfs sinds jaar of drie gecertificeerd paardencoach. Ik coach jongeren en jongvolwassenen vanaf 18 jaar met en zonder paarden. Je hebt 4 takken genoemd, maar je hebt ook nog een 5e tak ook op de boerderij. Klopt. Dat is het gastenverblijf inderdaad. Je staat nu bij de ponies. Ja. Zijn aan het eten weer? De ponies leven bij ons in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Wat eigenlijk wil zeggen dat wij ze niet op stal hebben staan. Ze leven 24 uur per dag buiten. Onbeperkt hooi. En we proberen op deze manier aan hun behoeften te voldoen. Naast dat het ponies voor je zijn, zijn het ook collega's van je? Ik noem het inderdaad mijn collega's. Dat klopt, inderdaad. Collega's in zoverre dat het zijn voor mij geen hulpmiddelen. Het paardencoachen is een laagdrempelige manier om met mensen in gesprek te gaan over bepaalde thema's die in hun leven spelen. Hierin kun je denken aan bijvoorbeeld moeite hebben met grenzen aangeven, een stukje zelfvertrouwen. Leiderschap is ook heel belangrijk. De ponies daarin zijn van grote betekenis. De ponies hebben geen oordeel, geen vooroordeel. En leven ook in het hier en nu. En ik vind dat wel heel waardevol. En daarom noem ik ze ook mijn collega's. Je coacht met en zonder paarden? Ja. Wat als ze bang zijn voor paarden? Maakt er in principe niet zo heel veel uit. We beginnen eigenlijk altijd. Ik kan heel even draaien. Dit is eigenlijk de buitenbak van waaruit de coachings plaatsvinden. Maar we hebben hier ook een hek. Ik hoop niet dat ik te snel ga. Misschien dat jullie Benny ook nog ergens tegenkomen. We beginnen de coachings eigenlijk altijd buiten de bak. We hebben een soort van kennismaking in onze ontvangstruimte. Daar vertel ik wat over het coachen. Als mensen bang zijn, is mijn ervaring dat zodra ze bij de ponies komen, dat er vaak een bepaalde rust over ze heen komt. En dat mensen vaak ook wel de verbinding aan durven te gaan. Uiteraard ben ik hier ook altijd bij. En mocht ik de situatie niet veilig in kunnen schatten, dan blijf ik met de mensen buiten. Nee, we gaan niet rijden. Je hoeft ook geen ervaring met paarden te hebben. En we gaan er niet op. Al het werk vindt op de grond plaats. Als mensen een boeking willen, dan kunnen ze een weekend of een week of een nacht in het gastenverblijf Ja. Dan hebben ze wat langer de tijd om op het bedrijf te kijken. Ja, klopt. De mensen kunnen hier inderdaad ook een weekend komen. In dat weekend 1 of 2 sessies boeken. De sessies kunnen best wel heftig zijn. En dan is het ook wel handig en prettig dat je niet weer naar huis hoeft te rijden. En zo op deze manier kun je hier lekker bij ons verblijven. Genieten van het platteland, van onze koeien, van ons bedrijf, van de rust. Ja. Ja, klopt. Nou, kleine dierentuin. We hebben Nederlandse landgeiten. Daar fok ik zelf mee volgens voor het stamboek. Van de landelijke fokkersclub Nederlandse Landgeit. We hebben sinds 2 jaar ook Afrikaanse boergeiten.
We hebben alpaca's, honden, kippen, volière vogels, waaronder sinds een paar maanden Amazone, een paar papegaaien. Ja, wat hebben we nog meer? Ik moet even naar mijn man kijken, die staat tegenover mij. Ja, de koeien natuurlijk, het allerbelangrijkste. We melken 50 koeien. En ik kan heel even kijken. Ik weet niet of jullie mee kunnen kijken. Dan kijk ik tegen de zon in. De koeien zijn net naar buiten gegaan. Kunnen jullie ze zien? Iets zwart-wits lopen. Goed. Ja. Dan laten we dat filmpje heel even zien, zodat zien hoe dat eruit ziet. En ze zijn nu namelijk al naar buiten, dus dat is even van tevoren opgenomen. Hier zien we onze koeien. Ze staan nu nog allemaal vast in het voerhek. Ze zijn net allemaal gemolken. De laatste koeien staan nog in de melkstal. Benny is hier bezig met de laatste ronde. Twee keer zes melkstal, dat wil zeggen dat er 12 koeien tegelijk gemolken worden. Zien we Lisa, leerling van het Zonnecollege, die hier ook leert melken. Koeien gaan na het melken naar buiten, lekker de wei in. En we halen ze om 12 uur weer op omdat het anders veel te warm wordt. Koeien hebben snel last van hittestress, waardoor ze dan ook te weinig voer opnemen. Dus ze gaan dadelijk lekker naar buiten en dan om 12 uur naar binnen. We hebben hier in de stal hebben we grote ventilatoren hangen. Aan deze kant één. En aan de andere kant één, die worden vanmiddag aangezet. En dat is wel lekker comfortabel voor de koeien. We melken 50 koeien. Twee keer per dag worden ze gemolken. 'S Morgens om 6:30 en 's avonds om 5:30. En ook het melken van de koeien mogen de gasten meebeleven. Inkijken in de melkstal. De koeien gaan elke dag naar buiten. Maar met dit warme weer iets korter. We halen ze als, met deze temperaturen halen we ze inderdaad tegen een uur of één halen we ze naar binnen. Ik heb de grote ventilatoren in de stal al laten zien. Dan is het stalklimaat is wel iets prettiger als met 35 graden buiten te gaan liggen. Ze gaan met z'n allen onder een boom liggen. Ze nemen geen voer op. En het is gewoon niet goed voor de algehele gezondheid van het dier. Ja, klopt. Hier zijn we bij onze gezamenlijke ruimte, ontvangstruimte. Die de gasten kunnen gebruiken die bij ons komen overnachten. Mooie muurtekening, mooie muurschildering. Met onyx geprepareerde geit.
Hier staan de leskisten die we gebruiken voor de educatie op de boerderij. Hier is een klein keukenblokje aanwezig voor de gasten, alles aanwezig. Afwasmachine, elektrisch kookplaatje waar je een eenvoudige maaltijd op kunt bereiden. Koelkast, magnetron. En jullie kunnen ons natuurlijk ook volgen op Facebook. Het zijn allemaal boeken, spellen, wat de gasten mogen gebruiken. Dit is op de begane grond. Hier zijn we bij de... de douche. Dat was de keuken en ontvangstruimte. Ik zal de kamers boven ook laten zien. Dit is de kamer met twee bedden. Welke kamer is dat? Dit is kamer Ot. Dan is er nog een kamer met drie bedden. Sien. Sylvia die vraagt, vertel eens wat over de geit. Ja, zeker. Over welke geit wil je iets weten, Sylvia? Maar Sylvia kent de geiten wel. Want ja, oké. We zijn hier bij Nicole, de boergeit, met haar eerste lam, Sjoeke. En Sjoeke is nu 10 weken oud. En met een week of twee gaat zowel Nicole als Sjoel gaat bij de groep landgeiten. De kleine Sjoel staat nu nog op brokjes. En we gaan dat langzaamaan afbouwen. En zo gauw ze afgebouwd is, dan kan ze bij de grote groep landgeiten in. De boergeit is een ontzettende vriendelijke geit, hele makkelijke geit. Heel andere geit als de Nederlandse landgeit. De Nederlandse landgeit is over het algemeen niet altijd even verdraagzaam naar elkaar toe. En daar is de boergeit daarentegen een stuk makkelijker in. De boergeit past ook wel in de groep landgeiten. Er zal straks wel even geknokt worden als Nicole en Jules geïntroduceerd worden in de groep. Maar dat is vaak even één dag dat er een beetje onrust is. En dan gaat dat ook wel weer goed. Je hebt allerlei soorten dieren en nu al even rond kunnen kijken. Maar er is nog iets waardoor men op afstand van het bedrijf kan ondersteunen en kan komen bezoeken. Namelijk met adopteren een koe. Klopt. We zijn sinds januari 2020 zijn wij aangesloten bij Stichting Adopteren een Koe. Die de boer-burgerverbinding heel erg belangrijk vinden. Die ook vinden dat er te veel over de boeren gesproken wordt, maar te weinig met, helaas. En op deze manier, om de boer-burgerverbinding te verkleinen, mensen naar de boerderij te krijgen, hebben ze eigenlijk tijdens de MKZ-crisis deze stichting opgezet. Dus het is bij ons mogelijk een koe of een kalf te adopteren voor €50 per jaar. Daar word je ook direct vriend van de boerderij van. Je bent altijd welkom om bij je koe of je kalf te komen kijken. We organiseren 1 of 2 keer per jaar een open dag voor de adoptievrienden. En we schrijven natuurlijk nieuwsbrieven uit. Ik kan daar natuurlijk nog wel even, Jacqueline, ik kan daar nog even aan toevoegen dat we in verband met de coronacrisis hebben wij het hele jaar door tot einde van het jaar hele leuke
acties. Daarvoor kunnen mensen naar onze site www.melkveehouderij-weiden.nl om daar te bekijken wat wij voor acties hebben. Melkveehouderij-weiden.nl. Ja, helemaal goed. Ik wil de kijkers bedanken en natuurlijk Monique bedankt. En dat u zo je bedrijf mocht zien. Heel graag gedaan. Hoi. Misschien wil Benny ook even zwaaien. En kijk de volgende keer met Boerin Vertelt op vrijdag 31 juli om 9:30 met Boerin Annegien, die vertelt over haar scharrelvarkens en Hamlets varkensvlees. Tot dan!